In de vorige aflevering moesten we vechten tegen een hele grote inktvis. En vlogen er een mega draak richting het kasteel. Ze heet Vermilla. En nu zijn wij natuurlijk op weg naar dat kasteel. Aan het einde van de vorige video hadden we hier een save punt. Dus ik denk dat er nu een gek baasgevecht aan zit te komen. We kijken naar dit beeldje. Het is een twomp met ogen. Jullie zijn de eerste kandidaten die ik hier sinds tijden heb gezien. Jullie zijn zeker op die zonnesteen en de maansteen uit. In dat geval moeten jullie het tegen mij opnemen. Als jullie winnen, mag je erdoor en krijg je toegang tot de stenen. Maar als jullie verliezen, wacht je een vreselijk lot. En met vreselijk bedoel ik afschuwelijk. Nou, wat wordt het? Nou, kom maar. Laten we dit doen. Nu zul je ervan lusten. Oké dan, meneer de Twompie, daar gaan we! Wow, hij heeft een microfoon. Wij zijn DJ. Nee, wat is dit? Dit is een quiz. Ik dacht dat we moesten vechten. Het is de 65ste kennisquiz. Oh, trouwens, nu je hier toch bent, doe even liken en abonneren als je van Nintendo houdt. Als je van de volgende vragen 5 goed beantwoordt, heb je gewonnen. Bij 3 fouten zul je het ontgelden. Zet je schrap voor de eerste vraag. Wat is er in Fort Beukenstein verborgen? Oké, ik ben een week naar New York geweest. Ik ben ongeveer 2 weken ziek geweest. Het is een maand geleden dat ik Paper Mario heb gespeeld. Ik weet niks meer van de game. Wat kwamen we hier ook alweer doen? Volgens mij kwamen we dus die zonnesteen en die maansteen halen. Toch? Ja, toch? Oké. Dat is correct. Die vraag was te makkelijk. Het is dat het van tevoren even gezegd werd, anders had ik het niet geweten, maat. Vanaf nu wordt het moeilijker. Veel moeilijker. Zet je schrap. Hoeveel kostte 1 paddenstoel en 1 vuurbloem in de winkel in Bloesemburg in totaal? Ik denk niet zoveel. Maar ik denk ook niet zo weinig. Ja, 10. Dan zouden 1 en 6 en 4 kosten. Maar ik denk eerder 8 en 4 of zo. 20 is ook wel logisch. 15 en 5, of is dat verschil te groot? Eerste ingeving, 12. 12 munten. Oké. Ja, daar sta je van te kijken, hè? Maar vanaf nu wordt het dus nog veel moeilijker. En wat heb je nou dan? Vraag 3. Hoe heet de burgemeester van Bloesemburg? Oh, die moet ik wel weten. Daar ben ik langs geweest. Was dat niet Moepa, omdat hij altijd moe was? Ik twijfel. Shit. Was het de eerste? Was het die Koopa Knar? Shit. Nee. Het is een maand geleden dat ik dit heb gespeeld, jongens. Hoe moet ik dit allemaal weten? Waar is die juweelster? Was die in Vermilla's kasteel? Want ik dacht dat we daar naartoe gingen. Hij is sowieso niet in Toadurp. Hij is niet in Bloesemboor. Nou ja, dus sowieso. Deze is makkelijk. Die is in Vermilla's kasteel. 100%. 100%. Ja, het staat 3-1, maat. Het staat 3-1. En nu wordt het nog veel moeilijker, zegt hij. Hoe kom je van Boevegum in Bloesemwoude? Ja, dat weet ik. We zijn toch geweest? Onder de grond? Via het riool. Ja, buis dan. Ja, we zijn de buis ingegaan. Maar daarna moest er nog heel veel gebeuren voordat we er waren, hoor. Ik zou eigenlijk zelf de riool gezegd hebben. Of whatever ondergrondse bende dat was. Nou, we moeten nog 1 vraag goed hebben, joh. We mogen nog 1 fout hebben. Vraag 6. Wie wonen in Bloesemburg? Ja, daar komen we net vandaan. Daar wonen Koopa Troopas. Ja, easy. Ah, dit zijn wel op zich wel makkelijke vraagjes, hoor, maat. Maar, en is dit het dan echt? Is dit wat we moesten doen? Is dit het final answer? En krijgen we nu alle prijzen? Hoppakee! Ja, we hebben gewoon 5 vragen goed beantwoord. Ja. Oh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Dat was een mooie show, jongen. Ik ben heel erg boos. Ik heb verloren. Dat mag niet. Ik zal jullie helaas door moeten laten. Stomme regels. Wel fijn dat hij zich gewoon aan de regels houdt, hè? Dat hij niet opeens stom gaat doen en ons gaat lopen aanvallen of mee in mijn gezicht gaat lopen spugen. Ziet wel gebeuren vanaf daar. Oké, we gaan wel even opslaan. Dan hoeven we die quiz niet nog een keer opnieuw te doen. En dan gaan we nu ook door de buisie. Kijk. Fort Beukenstein, de kelder. Oké, maar wat is dit? Wat wordt hier gezegd? Hé, ik heb iets. De penning stuitersprong. Voer de gevechtsacties goed uit om alle vijanden in de rij te springen. Oh, kijk eens. Nou kan ik nog een penningje aanzetten natuurlijk. Ik ga eerst naar links, want meestal moet je dus naar rechts voor het verhaal. Dus ik ga eerst even links kijken. Hé, Fuzzy. Kijk, dan gaan we gewoon ook even die stuitersprong doen. Hop, hop, hoppakee. Het is alleen niet zo, Dat doet niet zoveel. Dit is een Fuzzy, nogal een opgewonden standje. Wat minder cafeïne zou hem goed doen. Hij heeft 3 AP, 1 aanval. Oké, 0 verdediging. Oké, moet hem dus 3 keer raken. Die dingen slurpen je HP op om hun eigen tekort aan te vullen. Oh, dat is niet oké. Dat is niet oké. Maar als je dat wil voorkomen, gebruik je zodra ze je loslaten de gevechtsactie waarmee je afweert. Ja, kijk. Goed afgeweerd. Nice. Oh, dit gaat fout. Deze heeft 1 HP erbij. Die was wel goed. Oké, cool. Okay, we gaan die eerste
Even een klap met de hamer geven. Even kijken, dat moet zo... Ik ben helemaal vergeten hoe dat allemaal moest, joh. Doe jij even een kopstoot, Goombella? Hoppakee, atseflats, die is ook weg. Wat een ziek idee, weer afgeweerd. Pokey naar links houden en... Bam, op zijn bakkeroni. Oh, auw. Yo, wat is dit nou weer? Heel de podium, heel het decor valt om. Is niet oké? Wat was dat nou weer? Wat is dit? Oh, kijk, hier is de maanding. Ja, de maansteen. Een mysterieuze steen in de vorm van de maan. Ja, duidelijker kan het niet zijn. Weet je wat? Ik ga mijn vuurbloem inzetten. Ja, weg ermee met al deze chaperones. Hatsikidee, maak ze kapot. Lekker vuurbloem. Allemaal in één keer weg. Ik heb geen tijd voor deze fusies, man. Ik heb nog meer te doen vandaag. Het is lekker weer. Oké, en wat zit er hierin? Een pennenstoel? Ik had liever een firebloem gehad. Dan had ik hem gelijk weer terugverdiend. Maar ja, ik kan niet alles hebben. Oké, gaan we nou naar de rechterdeur. Let's go. Er zullen ook nog wel wat fuzzies zitten, denk ik. Ja hoor. Zo, die hebben we ook even verslagen. Zodat in ieder geval ons niveautje omhoog gaat. Ik denk dat ik wat meer BP wil hebben nu. Het is wel echt weinig, man. 5 BP. Maar we hebben 10 nodig, sowieso. Let's go. Nee, dit is de rechterkamer. Toppie. Even kijken wat er in dit blokje zit. Kijk, hier zit wel een vuurbloem in. Ja, die zullen ook wel weer fuzzies uit de lucht komen vallen op het moment dat ik de zonnesteun pak. Ren weg. Ah, je hebt toch geleerd van die eerste keer, Marionki. Hoeveel zijn het er nu? Ja, het zijn er 4 en zij hebben ook een bloem. Ja, wij gaan eerst die bloem gebruiken, hoor. Weg ermee. Jullie zullen jullie bloem niet gebruiken. Nee, 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 nee. Nee, nee, wij zijn eerst. Houdoe, dag, maar zo later. Doei, dag. Hé, hey, wat is dit voor gekke gouden fuzzy? Mi ork, zegt hij. Je bent een fuzzy, je bent geen ork. Ieder, jullie verdachte types, hier wonen wij. In zomer binnenlopen is zeer, zeer, zeer onbeleefd. Sorry, sukkeltjes. Sukkeltjes? Hadden jullie hem van welkom verwacht? Pech, ik maak gehakt van jullie. Gouden fuzzy. Wil jij eens even deze gouden fuzzy analyseren voor mij? Dus even kijken wat dit precies voor de figuur is. Hij heeft 10 HP. Hij heeft 1 punt op zijn aanval, dus 1 krachtpunt. Ook al is het de fuzzy, hij slurpt niet je HP op. Oh, oké, cool. Oké, dus eigenlijk is het niet zo moeilijk. We moeten hem gewoon 3 beurten, moeten hem gewoon vol raken. En dan is het klaar met deze gouden fuzzbus. Hallo. Oh, zit je nou gewoon Goombella te slopen? Doe maar even wisselen. Zo, mag Mario weer vooraan. Oh. Ik moet op X drukken. Ik moet deze... Ja, ze willen stenen op mijn hoofd gooien. Doe eens eventjes normaal. Vind ik echt niet oké, hè? Zomaar gaat het publiek stenen op mijn hoofd gooien. Miuvai, jullie zijn taaier dan je eruit ziet. Maar ik ben nog niet klaar. Iedereen, pak ze! Wow, yo! Wat is dit? Dit is vals spelgek. Waarom komen jullie met z'n allen? Ik ga hier vuurbloem op gooien, hè, op deze horde. Wegwezen allemaal. Hoppakee. Be gone. Ik raak jullie allemaal, denk ik. Auw. 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 Doe ze normaal. Ik heb wel wat afgeweerd, gelukkig. We hebben er bijna kapot, volgens mij. Ja. Ja. Lekker, Goombella. Hotseflots. Dag. Ja, deze dacht even slim te zijn. Deze shiny fuzz. Ik ben verslagen. Ja, dat klopt. En hard ook. Maat. Oh. Waarom ben ik nu hier? Waarom ben ik nu in de gang? Deze kant moeten we op. Yo, ik heb alles gevonden wat ik nodig heb, Twompy. Bedankt, hé. Was leuk, die quiz. Hey, krijgen we een e-mail? Van de professor. Hallo Mario, hard aan het werk. Hier professor De Frank, virtueel. Je krijgt vaker berichten van mij. Oh, dat is het enige wat hij wilde zeggen. Oké, nou, leuk. Leuk om te weten. Zo, we zijn weer terug hoor, in Bloesemburgie. Ik heb weer een e-mail. Dank u voor uw aanmelding voor de nieuwsbrief van Boevense Gazet. Ik heb helemaal niet aangemeld. Hey, dit is spam. Spammail. Oh, de heer De Frank heeft ons aangemeld. Oh, oké. Zomaar doet hij dat, hè? Ik heb helemaal niet om gevraagd. Weet niet wat er aan de hand is, maar Koeps gedraagt zich raar. Zou er iets mis zijn? Koeps, die woonde hier, toch? Maar die was weggerend. Hij is hier niet meer. Hij is op zoek naar zijn vader. Meneer! Meneer, sorry dat ik je naam niet meer wist. Maar ja, jij weet mijn naam ook niet, want je noemt me altijd Marius. Maar nu moeten we op zoek naar de geheime buis die naar Vermilla's kasteel leidt. Hoe moet ik die ooit vinden? Waar is dat ding? Wist je al dat ten westen van het dorp een vreemde soort steencirkel te vinden is? Zou dat het zijn? Oh, kijk, volgens mij moeten we hier naartoe, want we krijgen nu zomaar een random gesprekje. Hey, yo! Ik ben zeker Mario. Hij stond hier op mij te wachten, want hij hoopte, hij wilde ons wat vragen. Vroeg zich af of ik misschien zou... Hij wil meestrijden tegen Vermilla. Wow, man. Je ziet er wel uit als een warrior, man. Met die pleister op je nek. Nek, neus. Sorry, het is dat mijn vader lang geleden vertrok om... Hij wilde Vermilla verslaan, dus nooit teruggekeerd. Ik mis hem. Verschrikkelijk. Maar ik wilde niet om mijn vader te wreken.
Nou, dat is niet helemaal waar. Het speelt ook een rol, een grote rol. Maar ik wil het vooral afmaken wat hij begon. Voor hem, voor iedereen. Oké, is goed. Kom maar, man. Kom maar. Ja. Iedereen vindt me een huilenbalk een slappeling. Maar als ik Vermilla versla, dan ben ik dan niet meer. Dan ben ik sterk, net als mijn vader. Ga maar mee, man. Kom maar gewoon. Wat was jouw naam ook alweer? Koeps. Ja. En Koeps kan met X een schild wegschieten. Daarmee kan hij voorwerpen ophalen, schakelaars gebruiken, dat soort dingen. Cool. Oké, bam. Lekker. Als je X ingedrukt houdt, kun je hem een tijdje op zijn plek houden. Oh, cool. Oké, 1, 2, 3. Piem. Oké, handig. Oké, dus we hebben een nieuw Mattie nu gewoon. Koepsie. Oh, iemand roept. Ja, dat is denk ik die roze Koopa. Ja, kijk. Koepiette. Koeps, hoor ik je nou echt zeggen dat je Vermilla wil verslaan? Dat is een grapje, hè? Je bent niet de kratpas, dus dat breed je zo op. Nee, maar we gaan het samen doen. We zijn een team. Nee, Koeps, dat wil je niet. Zomaar naar zo'n gevaarlijk oord vertrekken, dat is stom. Maakt niet uit dat je verlegen bent en een beetje een jankert. Maakt me allemaal niks uit. Ik wil je zoals je bent. Niet weggaan alsjeblieft. Maar Koeps heeft zijn besluit genomen en hij gaat wel mee. Wow. Wow, en toen was Koepiette boos en beledigd. En nog bozer en beledigd. Nou Mario, dat was dan dat. Er is geen weg meer terug. Vermilla's kasteel roept. En zo is het. Daar gaan we. Och, professor zit weer te mailen met allerlei tips. Nou, dankjewel. Als we deze knop ingedrukt houden, kunnen we zo van partner wisselen. Het is tijd voor een gevecht met Koepsie. 1, 2, 3, bam. Oké, ja, maar dit zijn maar twee Koopa. Dit is easy. Oké, ik wil wel even dat Koeps ook wat gaat doen. Hij heeft schildschot en wapenschild. Ik denk dat schildschot wel genoeg moet zijn. We moeten naar links drukken en dan op het juiste moment moeten we loslaten voor een superschot. Lekker man, Koepsie. Lekker gedaan, jongen. Moeten we dan door deze buis? Oh, kijk ja. Nu kunnen we natuurlijk dat ding pakken. Dat konden we eerst niet. Bij elke beurt bestaat de kans dat Mario HP iets herstelt. Oeh, dat is een goede. Penning. Die wil ik. Die kost wel 2. Dus dan moeten we er 2 weghalen. Doen we mispoes weg. Ja, en krachtklap. Thanks, Koepsie. Lekker, man. Oh, kijk. Ik denk dat we hier moeten zijn. Ja, hier moeten we sowieso zijn. Hier gaan we die stenen in doen. En als we die daarin doen, dan komt die buis vrij. En dan kunnen we in die buis naar het kasteel van Vermilla. Ja. Dat gaan we in de volgende video doen. Dus doe een duimpje omhoog. Abonneer als je van Nintendo houdt. En dan zie ik je weer bij de volgende. Mazzel.